fastfoodrestaurant McDonald's wil in het kader van haar social responsibility teruggeven aan de gemeenschap. Dit is de achterliggende gedachte van de McHappy Day. McDonald's-directeur Shu Fernandez zegt dat naast het teruggeven dit project ook als doel heeft de gemeenschapsparticipatie te stimuleren. De slogan voor de McHappy Day is Turn a Big Mac into a Smile. Lindsay McDonald, de PR-officer van McDonald's, vertelt ons meer hierover. Het houdt in dat we voor elke verkochte Mac, dat is dus een Big Mac, een Chicken Mac of een Spicy Chicken Mac, 3 SRD schenken aan het Ronald McDonald Ouderkamerproject. En door dus geld in te zamelen, kunnen we kinderen weer laten lachen. Want een ouderkamer is speciaal bedoeld voor de ouders van wie de kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen. En als de arts zegt dat het noodzakelijk is dat de ouders blijven slapen bij de kinderen, mogen ze dat dus op kosten van McDonald's doen. En zo proberen we dus speciaal kinderen te helpen om sneller beter te worden. Maar het is niet de eerste keer dat McDonald's dit doet. Nee. Het is al een aantal jaren doen we het. We hebben de eerste kamer in 2005 geopend. Dus eigenlijk zijn we vanaf 2005 al bezig. Maar de laatste jaren, ik ben intussen 5 jaar bij McDonald's. Dit is mijn 6e keer. Proberen we het toch wel wat groter te vieren. Er is het hele jaar door geld nodig. Maar behalve dat je dus de kamer inricht, moeten we ook zorgen voor het onderhouden van de kamer. En als ze dus op medische indicatie de ouders blijven slapen, worden ook de kosten daarvoor gedekt door ons. Dus het hele jaar door is er geld nodig, omdat de kamers constant worden gebruikt. Aldus Lindsay McDonald. Lindsay McDonald. Er zijn 2 ouderkamers in het Diaconessenhuis en 4 in het Slans Hospitaal. Volgens McDonald schrijven de ouders in het op de kamers geplaatste logboek op hoe ze dit initiatief ervaren. Allemaal positief, zegt McDonald. Het doel van de McHappy Day activiteiten is om in totaal 5613 Macs te verkopen. Het totaalbedrag waarop gemikt wordt is 38.000 SRD. De McHappy Day activiteiten zijn vanaf maandag gestart, waaronder het verkopen van handjes door celebrities voor een vrijwillige bijdrage. Wij spraken ook met de verpleegkundigen Annie Salings en Judith Daniels van de respectievelijke Diaconessenhuis en Slans Hospitaal. Als een kind erg ziek is, dan is het voor die ouders heel zwaar om weg te gaan, om dat kind voor ons achter te laten. En met die oude kamer kunnen we dan in die behoefte voorzien dat ze blijven. Maar heeft u in de praktijk gemerkt dat het echt ook meehelpt aan het genezingsproces? Zeker weten. Want en... Het kind is dan niet meer zo dingen om weg te gaan. Nee, dat kind is heel erg ziek. En dat kind, meestal zijn ze dan hangerig, gehecht aan die ouders. Voor dat kind is het zwaar, maar ook voor die ouders. Dus je ziet toch dat het heel belangrijk is. En heeft het ouderproject gewerkt in het ziekenhuis? Ja, het ouderproject heeft gewerkt in het Slans Hospitaal. De reden waarom we hebben een paar kinderen die maandelijks opgenomen worden. Soms om de 2 maanden, die chronisch ziek zijn. En voor de ouders zou het veel te duur zijn om gebruik te kunnen maken van de ouderkamer. En vanaf we in zee zijn gegaan met McDonald's, komt McDonald's deze ouders tegemoet. De verpleegsters geven aan dat het project zoals het nu is prachtig werkt. De ziekenhuizen hebben namelijk geen capaciteit om verder uit te breiden. Ze benadrukken ook dat de aanwezigheid van de ouders helemaal niet storend is. Er is juist een goede samenwerking tussen hen en de verpleging. De McHappy Day, die vanmorgen in McDonald's Spanhoek is begonnen, wordt voortgezet in McDonald's Hermitage Mall, waar er naast andere activiteiten ook een Move for Charity Robaton gehouden zal worden.